Het landbouwbedrijf Al Sabr in Saramaca treft voorbereidingen om haar jongste product zoete patatmeel te gaan exporteren. Als eerste stap is er door tussenkomst van Paralab een hoeveelheid gestuurd naar een laboratorium in Hongarije om te testen. De bedrijfsleider van Al Sabr, Rolia Silberat Masser, zegt dat bij goedkeuring van het product deze zal worden geëxporteerd naar Hongarije, Nederland, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied. Silberat Masser is ervan overtuigd dat het district de potentie heeft om grote hoeveelheden zoete patatmeel te exporteren. Op Babunhol is er al een grote aanplant aan zoete patat, de Georgia Dead. En het ziet er goed uit. Dus we beginnen ons huiswerk eigenlijk vooraf te maken, zodat we toch niet met een verlegen mond zitten als het ware. Want wanneer de orders binnenkomen, moeten we alvast met iets kleins alvast beginnen, toch? Het proces daarna gaat zijn dat we dan alvast hier, wanneer het daar goed bevonden is en de fabrikant zegt ja, ze willen producten uit Suriname, met name meel. Ook andere producten zijn ze geïnteresseerd, want er is niet maar één fabrikant. Ja. Er zijn andere afnemers ook. Dan heb ik al bijvoorbeeld mijn huiswerk hier al zo'n beetje gemaakt. Met planters. We gaan het ook niet noemen outgrowers, maar ja, ze willen ook zekerheid hebben. Laat maar het woord outgrowers niet meer gebruiken. Laten we gaan zeggen boeren. Toch? Die willen planten en geïnteresseerd zijn om toch in de zoete patatbranche te komen. Er is een grote vraag naar zoete patatmeel. In Hongarije is de behoefte op jaarbasis 100.000 ton, zegt Silberat Masser. Op dit moment is het zoeken naar personen die willen samenwerken aan dit project. Maar als samenwerken mogelijk is, dan werk je kostenbesparend. Toch? En dan heb je ook veel voordelen eraan. Met name vrouwen vooral ben ik nu in een fase, tweede fase, dat ik nu bezig ben met een drietal vrouwen alvast. Die geïnteresseerd zijn om te planten. Ik ga dat nog even niet verklappen, omdat we nog in een fase zijn van gesprekken. Dus dan kan ik dat nog even niet zeggen van hey, dat wordt het. We zitten nog in een gespreksfase, maar het ziet er goed uit. Want ze zijn wel degelijk geïnteresseerd. Vooral als het gaat om afname voor een goede prijs, dan hebben ze ook een inkomen, een vaste inkomen. Toch? Ik focus me ook meer op vrouwen die het niet breed hebben, maar die toch willen planten. Dan maakt het voor mij toch even niet uit. Al hebben ze een klein stukje land met maar drie bedden, toch wil ik ze helpen. Van hé, hey, breng het. Dan heb je toch je vaste inkomen, zodat je toch nog weer kan planten. Want dan zit je zo en dan heb je bijvoorbeeld de tussenhandelaren die dan munt uitslaan. En zo een vrouw, ik bedoel, vraag het aan mij. Ik weet wat de problemen zijn die vrouwen eigenlijk ondervinden. Door de koersaanpassing zijn de transportkosten het grootste struikelblok om concurrerende prijzen te kunnen bieden aan de opkoper. In eerste instantie was het bedrijf Al Sabr leverancier van sucade voor de fabriek die niet meer bestaat. De landbouwers bekijken nu andere mogelijkheden om toch de sucade af te zetten. Het volledige gesprek met Rolia Silberat Masser kunt u bekijken op onze Facebookpagina en YouTube.